De kosten voor telefoongebruik van de staat zijn 10 maal zoveel als die voor dienstreizen. Dit benadrukt de financiënminister Stanley Raghubarsingh eerder deze week. De bewindsman wees erop dat een deel van de dienstreizen van de staat wordt betaald door ontvangende landen. Als je zegt we moeten het bezuinigen, laten we letten op wat we aan telefoons uitbetalen. Maar dat betekent niet dat we maar à la dol moeten omgaan met die dienstreizen. Ik heb overigens die kritiek niet gehoord. Ik ben vaker in het parlement. Ik ben niet altijd in het parlement, maar ik begrijp dat die vraag komt. En ik denk dat het terecht is als gezegd wordt, regering, wil je daar alsjeblieft zuinig mee zijn. Ik wil dat bericht beslist ook meenemen richting de regering. Van laten we in elk geval verantwoorden waarom dienstreizen, als we ze uitvoeren, waarom ze belangrijk zijn. En dat we daar inderdaad zuinig mee omgaan. Ik denk dat dat een zeer terechte, gewone, algemeen goede opmerking is die gemaakt wordt. Goede kanttekening. De minister geeft verder aan dat er heel zorgvuldig omgegaan zal worden met de government take. Hieraan zal niet worden gesleuteld. Raghubarsingh verzekert dat de draagkracht van de gemeenschap in de gaten wordt gehouden.